Ja, we weten ondertussen allemaal wel dat die allereerste team of the season zo... Oh, wacht trouwens even. Ik was net zo verdwenen als mijn geld aan het einde van deze video. Want mensen, het is inderdaad veel te simpel om Teal of the Seasons te packen. Vooral het eerste Teal of the Season. En die spelers zijn voornamelijk ook niet boeiend, behalve Ibra. Maar die is 1,3 miljoen, die gaan waarschijnlijk niet packen. Dus vandaag spelen we Teal of the Season. Bingo! En dat houdt in, ik heb hier een bingo kaart, die komt nu in beeld met 9 vakjes die ik allemaal vol moet krijgen in deze video. Mocht ik dat dan niet halen, dan brand ik voor de rest in hel. Nou, dan wil ik nergens op slaan. Ik moet net zo lang doorgaan tot hij helemaal vol is, die kaart. En wat houden deze dingen nou in? Ik moet packen, een team of the season van 82 rated of lager, een team of the season van 90 rated of hoger, een Eredivisie team of the season, een team of the season waarop het kaartje de handjes van de speler zichtbaar zijn, dus eentje die zo doet. Of zo. Een team of the season met 90 pace, een team of the season centerback, een team of the season keeper, een team of the season met een snor of een baard. Dat is een van de simpelste volgens mij, want letterlijk iedereen heeft tegenwoordig een snor of een baard. Zelfs ik zie hem. Nee, oké. Okay. En als laatste de allermakkelijkste, dat is de middelste, dat is een guaranteed pack team of the season. En laat ik nou net die hier al hebben staan, dan heb ik in ieder geval 1 vakje al vol. Eigenlijk hoef ik hem 8 vakjes te halen, maar nee, ja. Dames en heren, we hebben hem. Ik weet dat ze makkelijk te packen zijn, want zelfs de goudpakketjes, die 15k pakketjes, hebben al bijna een 2% kans dat je team of the season hebt. Maar ja, ik moet er alsnog best wel veel packen in deze video, dus of het makkelijk gaat worden, ik heb geen idee. Misschien zit ik hier vannacht nog, het is al 8 uur geweest. Laten we beginnen met de eerste team of the season. Het is uit de tweede Premier League. Dat oh mijn god, deze is geen walkout. Dus dat betekent dat hij heel laag is. Dat betekent dat hij zomaar 82 of lager kan zijn. Engels, centerback. Die heb ik ook. Oh, dit is een hele goeie. Dit is een hele goeie. 82 rated. Dit is een van de shitsen die je kan krijgen. En ik ben blij, want dames en heren, ik heb... Oh, dat begint wel heel goed. Hij heeft wel een snor. Telt dit als snor? Vinden jullie dit een snor? Ik vind dit een snor. Maar voor nu is dit wel echt een laffe snor. Nee, ik vind dit geen snor. Dus ik tel hem nog niet mee. Anders had ik al 4 vakjes vol. Ik heb namelijk een centerback team of the season. Een guaranteed team of the season pack. En een 82 rated of lager team of the season. Dus dit begint heel goed, dames en heren. Eigenlijk is dit heel sneu. Maar toch weet je toch zoiets sneus weer om te draaien naar iets positiefs. Is deze man tradable? Lijkt mij van niet. Nee, ik had het gek gevonden als EA dit tradable had gemaakt. Vuile, vieze, smerige, goor, gierlappen. Tiet. Grote tieten. Vrouw met titel. Ja, die bedoel ik, kertje. We hebben 5,5% kans op het team of the season in deze 45k pakket en deze gouden topspelerspakket. Bap. Ik zat nog te denken, voordat ik deze video ging opnemen, van er komt een moment dat ik gewoon niet eens hoef te balen als het geen walkout is. Want ik had dus nog een team of the season zijn van 82 of lager. Alleen die heb ik gelijk al gehaald. Dus dat gaat zeker niet op voor de rest van deze video. Arjen Robben is geen walkout natuurlijk, maar wel een 85. Man, I love you. Ik heb de flashback Robben gedaan natuurlijk. Of de End of an Era Robben, die echt mega tering goed is. Ik ga jullie even 1 clipje laten zien. Ik zweer dat je 15 voor dit soort clips hebt, want die man zo goed kan schieten. Oh mijn god, wat is hij goed. Ik weet niet eens wat ik erin heb geplakt nu. Ik krijg een plekje in mijn hart, Arjen. Walkout, dit kan toch niet anders dan een blauwe zijn. Het is niet eens een blauwe. Het is een gewone gouden walkout. Dan weet je dat waarschijnlijk niet veel goed is. Keeper Ederson of Alisson. Het is 50-50. Het wordt Ederson. Is het een walkout? Het is een walkout. Het moet. Nu moet hij blauw zijn. Ik weet eigenlijk 100% zeker dat hij nu blauw is. Hij is nog steeds niet blauw. Weer een gouden walkout. Het kon Neymar zijn. Het wordt Coutinho. Ik heb trouwens al die 12 pakketten geopend. Geen team of the season. Nu heb ik nog 700 punten pakketten die nog een hogere kans hebben op het team of the season. 5,8% maar liefst. Dus nu moet die vallen, jongen. Hé, hey, maar het gaat niet echt goed. met die kut bingo. Met die kut bingo. Ja, walkout. Laat hem blauw zijn. Het is nog steeds geen team of the season op eigen krachtige pack. Oké, Navas is best lekker, dat wel. Misschien zit er wel team of the season onder. Dat heb ik nog niet eens bedacht. Dat zou best wel kunnen als hij wat lager is. Het is niks. Dames en heren, we hebben een special card over hier. It's Divock Origi. De man die natuurlijk Liverpool naar de finale schoot met 2 goaltjes. Maar de echte hero was natuurlijk Wijnaldum. Maar goed. Maar dan ga ik toch eens even kijken. Divock Origi staat niet op de kaart. Dan zijn we nu beland bij de gewone 15k pakketten. Die inderdaad ook gewoon 1,9% kans op deal de season speler hebben. Die ik van mijn levensdagen kan blijven openen aangezien er geen limiet op zit. En dat is die walkout. En nu is hij blauw. Ik weet het echt zeker. Hoe kan het niet blauw zijn? Walkout in vorm, dat wel. Spanje, spits. Welke goede spits is er nu in vorm? Is dat 3, go? Nee, het staat niet op de kaart. Bewaar! En dan dacht jij dat ik lekkere clips met Robba had gehaald. Bewaar! De rechtsback. Hoe doe je het zo? Ja! Yes, die was snel. Walkout. Die was heel snel en het is geen gouden. Of het is geen blauwe bedoel ik.
Mijn reet! Waarom doen jullie dit? Oké, mensen, ik heb even uitgerekend hoe groot de kans is dat wat zojuist bij mij is gebeurd. Dus dat je het aantal pakketten wat ik heb geopend en het aantal goede pakketten, het specifieke pakketten wat ik heb geopend met de daarbij gegeven Team of the Season kans. De kans dat je daaruit 0 Team of the Season pakt is 8%. Is niet heel moeilijk om uit te rekenen, is best wel simpel. Het punt is, ik word genaaid. Ik heb gewoon pech nu. Dat is het hele punt op dit moment. Of ze zijn niet meer in packs en IE liegt erom dat ze nog in packs zijn. Voor de rest heb ik wel goede pakketten gehad, Dani. Dus heel veel pech heb ik niet meer. Kut! In de kut van Marlijn. Ik zit... Wow, de 88 Alejandro Gomez. 1,62 meter is deze man. Ik zit gewoon rustig hoogtepunten van VI te kijken, omdat ik anders geen reet te doen heb tijdens het openen van deze pakketten. Dus wij moesten de hele zomer rukken. Oké, hij blijkt 80 gaar te zijn. Niet super hoog voor 88 reet, maar best prima in deze markt. Waarom pak ik geen Team of the Season? Ik wil die schozen niet, jongen. Ik wil dit niet. Dit is deze mijn bingo kaart. Ja, dames en heren, het is een... Inform. Yes, een walker. Dit is er een. Water halen, ik ga wat drinken halen. Dit is sowieso een Team of the Season. Zeg me dat het niet zo is. En dames en heren, het is Man of the Match. Huntelaar. Hou nou toch op. Man of the Match, Huntelaar. Ik heb 1 flashback SBC gedaan, weet je wel. Dat je een random fucking flashback speler krijgt. Weet je wie ik pack? Huntelaar! Dieft op, man! En deze gozer weer! Hier op die f... Yes, Walker! Yes! Finally! Ik had de moed opgegeven! Het is weer geen... Walkout uit een coinspakket is hij nu blauw! Ik wil dit niet! Nee! Yes, Walkout! En dit is het, mensen! Dit wordt zo'n goede speler! Dit is Ibra, 90+, heeft zijn hand op zijn kaartje, heeft zijn snor, heeft alles! Is zoveel waard! Dit is de speler. Dit is de Team of the Season. Die zorgt dat mijn hele bingo kaart in één keer vol is. En het is fucking Alisson. Ik ben suicidaal, mensen. Het is inmiddels 24 uur later. Ik ben eigenlijk nog steeds niet bekomen van die grote schok van gisteren. Ik heb geen idee hoe dat kon gebeuren. Vandaag is een nieuwe dag. En vandaag zijn er nieuwe kansen met goede pakketten. Met 11% kans op het Team of the Season speler. Als dat niet gelukt, weet ik het ook niet meer. En we gaan verder. Die bingo kaart moet vol. Ik weet niet of het zo nog wel een geldige bingo is. Mag je je bingo over meerdere dagen verspreiden? Je mag op de camping ook je bingo kaartje van de week ervoor niet meenemen. Dus ja, misschien is het wel gewoon een vals. Nee, fuck you. Ik ga gewoon vandaag bingo halen. 1000 FIFA punten. Het lijkt erop dat je wat items hebt om naar te kijken. Het is... Helemaal niet. 50k pakketjes. Het is vandaag woensdag en ik pak geen wak. 50k pakketje nummer 2. Ik hengel weer niks binnen. Het 50k pakketje nummer 3. Oh, dit is het Team of the Season. Yes, dit was natuurlijk wat kon gebeuren. Nee. Oh, dit is niet die centerback die ik had. Het is een spits. Het is een 80 spits. Oh, maar hij did it. Team of the Season. Ik pak de bingo kaart erbij. Deze man heeft overduidelijke snor. En vandaag ga ik hem wel meerekenen. Hij heeft die 90 p's net niet. Hij haalt het niet. Hij komt met een baard of snor. En dat strepen we weer af. We zijn weer eentje dichterbij. Bingo! Deze Team of the Season deed me denken aan de squadbeelden die ik net heb gedaan. Die ik eigenlijk in heb gevuld en nog moet inleveren. Ik lever mijn 82 centerback untradeable in. Krijg ik gegarandeerd een community Team of the Season terug. En dit zo best is, ik tel deze ook gewoon mee voor de bingo kaart. Fuck it. Deze bingo is echt zo vals als wat, maar dat boeit me geen reet. Laat het alsjeblieft een 90 of hoger zijn. Of een Eredivisie speler, of in ieder geval eentje met een snor. Oh, die heb ik trouwens al. Die heb ik net al ingevuld. Laat het gewoon Ibra zijn. Dat zou fantastisch zijn. Zweden, geef me een goede nationaliteit. Busquets! Busquets! Is die 90 rated? Ja! Fucking hell, ja! Is hij meer dan 100k waard? Zeker! Heeft hij 90 pace? Dat is een retorische vraag. Is het een keeper? Hij duikt redelijk goed. Is hij 90 plus? Ja! Even heel blij ermee. Ik denk, yes, een walkout. Laat hem blauw zijn. Laat hem alsjeblieft blauw zijn. Hij is blauw. Vandaag is mijn lucky day. Gisteren was niet de dag. Vandaag is de dag door de... Pucky! Pucky! Ik weet dat het Pucky is. Die heeft geen handen. Al die, ik weet nooit hoe je dat moet noemen, maar al die Premier League, maar dan die drie leagues eronder. Die kaarten, die Team of the Seasons, die ze altijd gelijk naar de community Team of the Season uitbrengen. Die hebben geen dynamic images. Dus die gaan ook geen handen hebben op hun kaarten. Die heeft net geen 90 pace. Dus het is leuk meegenomen deze Team of the Season, maar ik heb er niks aan voor mijn bingo kaart. Denk je wat gewonnen te hebben? Jezus! Is het dan voor de portefeuille nog mooi meegenomen? Een 86 Pucky, 35k. Goed! Goed, back-to-back walkout. Laat het nog een blauwe zijn. Ik kop ze in, wilde ik zeggen. Maar dat is een gewone walkout. Ik heb het idee dat het 86 of zo gaat worden dit centen. Ja, dan weet je dat het Fernandinho is. Nog een walkout. 3 walkouts achter elkaar. Ik wist dat vandaag mijn lucky day zou zijn. Het zijn wel kut walkouts. Dat is wel jammer. Spanje. Ja, Iniesta of Thiago. Het is Iniesta. Gaan we over die video.
die wakkert achter elkaar uit. Niet al te beste pakketten. Het zijn gewoon 600 punten pakketten. Nee. Jason Walker, laat hem blauw zijn. Laat hem blauw zijn. Het is weer die fucking... Ah, er zijn ook elke keer die lager. 87, 86 rated. Deal of the season. Onder die walkout. Stacy, 80 rated restback. Man, oh man. Ja, kan ik verder niks meer voor de bingo kaart. Maar hey, we nemen hem mee. We rapen ze vandaag wel op. Al de vijfde vandaag geloof ik als je Busquets meetelt. Yes, een walkout. Blauw. Blauw. Paars, is het Lucas? Is het niet Lucas, is het wel Lucas? Dit is wel Lucas. Kijk. Held. Ik denk dat heel veel mensen deze video kijken die hem niet zo'n grote held vinden. Je bent mijn grote held. Yes! Yay! Got another walkout, echt letterlijk erna. En een blauwe. Fuck! Boom, maar dit is een walkout deal of the season. Is die Eredivisie? Heeft die 90 pace? Laat het iets van alles zijn. Het is Süle! 90 centerback. Wat een tering goede pack is dit, zeg. Maar het is geen keeper. Zijn handen zijn wel zichtbaar. Yes! Nou ja, er is één hand zichtbaar. Dat bedoelde ik. Dat is een bingootje erbij. Handjes zichtbaar. Kunnen we afstrepen. Dit is lekker, Gera. Zit er nog wat onder? Er zit er nog één onder met 90 pace rechtsback. Die strepen we ook af. Chaka! Nou moet ik wel zeggen. Er zijn 3 Tion Season Keepers op dit moment beschikbaar, waarvan er eentje Ter Stegen is, die ga ik nooit packen. Maar wel 2 hele slechte van 83 en 84, en die zijn best te doen. Er zijn maar 2 Tion Season Eredivisie beschikbaar via packs. Waarom heb ik deze tussen gezet? Dit is echt een onmogelijke bingo dit. Wat een kut bingo. Echt een kut bingo. Kut bingo. Grote! Walkout, blauwe walkout, blauwe walkout, blauwe walkout. Goed! Blauwe Walker, alsjeblieft, laat het bij de Eredivisie of laat de keeper zijn. Het is een rechtsmid, het is een rechtsmid. Er kan niks zijn. Wel 90 pace, maar die had ik al binnen. Het is weer een deal of the season. Kan nog eentje onder zitten, kan nog een keeper onder zitten. Kan zelfs nog een Eredivisie onder zitten. Dat gebeurt helaas niet, maar het is wel weer lekker. Oké, okay. Was het een walkout? Ik heb hem niet op zitten. Les centerback het bel. Hey, het was een walkout. Ik draaide toevallig om mijn stoel heen. Kut City. Had Liverpool nou maar kampioen geworden. Oh, your shit got your only win. Walkout? Was het een walkout? Ik zag het niet, het is wel een walkout, hè. Ik zit er echt niet op te letten. Hoe kan dit gebeuren, jongen? Keeper, is het wel een walkout? Is hij 84 rated? Hij is 86 rated. Echt, is niet normaal. Ik check even of mijn camera het nog doet. Yes, 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 yes. Walkout. Laat hem alsjeblieft blauw zijn. Hij is blauw. Laat hem alsjeblieft Eredivisie zijn. Laat hem alsjeblieft een keeper zijn. Er is maar één walkout keeper, of zijn ze twee? Is de keeper Sissoko? Wij zijn best wel veel waard, Sissoko. 96k. Dames en heren, dit is fucked up. Het is geen keeper, het is geen Eredivisie. Dit is fucked up. Het is helemaal niet leuk. Nee. Misschien is hetgene wat ik nu ga doen niet heel slim, maar ik heb hier bij Van der Sar. Hij heeft 107 wedstrijden gespeeld. Hij heeft een goal gemaakt en 3 assists. Goed, joh. Van der Sar. Daar is de openings. Ik ga hem inleveren. Het was toch al een kutkeeper, zoals jullie weten. Als jullie de video hebben gezien over hem. Pauper slecht. Ik ga hem inleveren. Weet je waarom? Omdat ik een 100k pack krijg. Misschien zit daar een team of the season in die mijn bingo kan redden. Let's go. Geef me die walkout. Als ik hem niet krijg, ga ik echt huilen voor je Van der Sar. Als het geen walkout is, is het wel een walkout. Laat hem blauw zijn. Laat Van der Sar zijn. De keeper voor een keeperwissel. Laat dat hem zijn. Laat dat hem. Engels. Doe hem! Keeper voor een keeper. En de bingo kaart is bijna vol. Edwin, je hebt mijn dienst bewezen. Dit is het minste wat je nog voor me had kunnen doen, Edwin. Maar echt. Het ding is nu, ik heb alleen maar een Eredivisie deal of the season nodig. Echter, zijn er maar 2 impacts. En ik kan nu nog een jaar doorgaan. Die ga ik waarschijnlijk niet packen. Conclusie. Ik heb geen bingo. En ik ben 600 euro kwijt. Met dikke vette reet. Bingo dag 3, DLC content, 200k pakketten die ik ga openen met mijn zuurverdiende coins. Boeit me gereed, ik wil een walkout hebben en ik wil een Eredivisie team of the season. Dan heb ik alsnog de bingo kaart compleet, hij is niet blauw. Is dat een goede Brazilië linksbuiten? Nee, kakutering. Nog een walkout, give me another walkout. Geef me alsjeblieft die blauwe, geef me de blauwe, hij is blauw. Eredivisie, Bergwijn of Tagliafico? Nee, niet weer Engels. Stones! In theorie zou Bergwijn of Tagliafico er nog wel onder kunnen zitten. Dus je weet het nooit. Malappa is ook Eredivisie.